Zijn we inmiddels bij de laatste cocktail aangekomen, voorbij dat geweldige appeldessert. Ja, het zal je niet verbazen, er zit natuurlijk ook appel in die cocktail. Het enige wat je thuis even hoeft te doen, is je glas vullen met wat ijs. Daarbij komen de kaneelstokjes. Nou, die zitten ook al in jouw verpakking meegetrokken, zodat die kaneelsmaak ook nog lekker, zeg maar, infuseert. Daarbij komt een shot alcoholvrije whisky. Hoe gaaf is dat? Geeft ook een beetje dat, toch een tikkie dat aardse. Huisgemaakte vanillesiroop, die uiteraard ook terugkomt in je dessert, maar dan in de smaak van vanille. Zo. En heel simpel, we toppen het af met appelsap van Schulp. En het mooie is, ik maak hem nu alle minuut, maar omdat we dit allemaal al voor hebben verpakt, trekken al die smaken ook heel mooi in die cocktail. Dan krijg je nog iets meer dat gevoel van kaneel. En dat is gewoon super tof. Geniet ervan. Hoop dat jullie een fijne avond gehad hebben. En hopelijk tot snel bij Bentinck.